Goedemiddag allemaal. Arjen, voor jou weer een update voor je motorblok. Ik ben even een weekje rustig geweest. Komende week is ook rustig, maar dan ga ik eindelijk weer minder werken en meer tijd aan CX'en kunnen besteden. Even zien wat we ook laten zien vanavond, of vanmiddag is het eigenlijk. Hier zit een andere cilinderkop op, die andere was niet goed, die ligt al bij het oud aluminium. Deze kop is nog van jouzelf en, als ik het nou goed uitleggen, ja, deze kop is van jezelf, die is al helemaal klaar. Alleen bij deze kop moeten wij nog even kleppen stellen. Nou, dit bedoel ik met een T-sleutel. T, dop 17 erop. Zet je op de krukas voorop. En ik heb er al eens eerder filmpjes van gemaakt. En waar, pak jullie er even bij. Laat ik het even zien. Ik wil het bovenste dode punt van de zuiger weten. Het bovenste dode punt is dat de zuiger eigenlijk op deze rand helemaal bovenin zit. Daar waar de koppakking zit. Daar moet de zuiger bovenin zitten. Dan zijn er twee opties. De ontbrandingsslag, die zoeken we. Of de wisseling van de wacht noem ik dat. Dat is niet een gebruikelijke uitspraak binnen de autobranche. Maar de wisseling van de wacht bedoel ik mee dat de inlaat en uitlaatkleppen alle twee net iets tegelijk openstaan. Zodat de inlaat aan kan zuigen en de uitlaat is aan het eind van zijn uitblazen. En er zit iets overlaptijd in. Ja, je kunt zelfs op een bepaald moment door de inlaat naar de uitlaat blazen en dan via de uitlaat eruit laten lopen. Dat noemen ze overlap timing en dat is er zelfs aanwezig. Maar wat gaan we doen? We gaan zoeken naar de boze dode punt. Kijk naar de schroevendraaier. En ik zie hier ook dat de schroevendraaier boze dode punt zit, maar ik zie ook dat deze twee tuimelaartjes alle twee gelijktijdig bewegen. Ja, dat willen we niet. Dus ik zit daar verkeerd. Gaan we gewoon door. Draaien we gewoon door. Zuiger gaat weer omhoog. Compressieslag, bovenste dode punt is bereikt. En nou voel ik speling. Dat is het moment om kleppen te stellen. De voelemaatjes in de autowereld zijn te koop, alleen let op dat je de juiste bestelt. Er zijn standaard voelemaatjes voor de autowereld en voor het fijnere werk moet je een voelemaatje bestellen of een setje bestellen waar die aparte maten van Honda op zitten. En dat is echt dun. Dit is zo dun, daar kan ik mij aan snijden. Dat meen ik ook serieus en het is ook wel eens een keer gebeurd. Dus, zorg ervoor dat je de juiste voelemaatjes bestelt. Ik lever ze ook. Dus het is aan jezelf wat je wil. Ik maak ook gebruik van een Honda tooltje. Die lever ik ook. Ze zijn moeilijk aan te komen blijkbaar, want heel veel mensen bestellen ze bij mij. En dat zit een vierkantje in. En het vierkantje past precies op het stelschroefje. Alleen bij de 500 modellen, dat wil ik wel even aangeven. Bij de 650 modellen is er gebruik gemaakt van een platte backschroevendraaier. Dus dat is even anders. Nou, de uitlaat is 0,1 mm. En dat zetten we er dan in. Omdat ik het motorblok op het bovenste dode punt heb staan, weet ik dat de timing goed staat. Oh ja, dat staat helemaal niet goed hier. Maar de timing van de krukas is nou goed. Waarom wil deze niet? Want ook hier heb ik nieuwe klepstelschroefjes moeten zoeken. Ze zijn nog steeds leverbaar. Een tweedehands kan ook. En als ze een beetje op zijn kun je ze opnieuw slijpen. Kost wat moeite, maar het kan wel. Nou, dat zit er strak. Dat zit te strak. Deze zit ook nog steeds te strak. Nou, oh, jongens, ik ben een weekje ziek geweest. Ik heb nog steeds motorisch wat afwijkingen hier en daar, geloof ik. Alles laat ik op de aag kijken. Dit vind ik net iets te los, maar je voelemaatje blijft er wel in hangen. Dat is eigenlijk wat ik wil zien. Ja. En
eigenlijk kun je pas goed kleppen stellen als het motorblok ingereden is. Dan is alles op elkaar ingesleten en dan kun je eigenlijk nog een keertje lekker kleppen stellen. Dit motorblok is dus eigenlijk voorzien van te veel tweedehands andere onderdelen. Niks is op elkaar ingeslepen. Alles is uitgewisseld en dat is ver van ideaal. En ik merk het al aan het kleppen stellen dat ik daarin... Ja, ik sta ook echt te zoeken naar het juiste punt. Nou, schijnbaar niet helemaal naar wens. Hoppakee. Zo. Ja, nou is hij er wel. Zo vind ik hem goed. Altijd even checken. Altijd iets spelen. Speling moet er zijn, dat is de klep, de uitlaatklep te heet wordt, dat kan, gaat die uitzetten. De klep is al heet, en als die erg heet wordt, heeft die dus al moeite met werken. Op zich niet erg, daar is die klep voor gemaakt. Maar nu komt het, op het moment dat de klep iets open blijft staan en de uitlaatgassen worden langs geblazen, zal de temperatuur van die hete klep extreem oplopen, zelfs zo extreem, dat er plaatselijk een klep kan smelten. Dus die klep die krijgt het dan in één keer nog veel benauwder, letterlijk. En dat kan die ook niet handelen. Dus je merkt het aan je motorfiets bijvoorbeeld, als die stationair warm is en moeilijk en onregelmatig begint te lopen of te starten. Specifiek voor de GLS 500 modellen, omdat die ontsteking daar anders is, merk je dat echt als daar de kleppen verkeerd staan, dan hoor je het dan met starten, loopt die veel te hard. Op de startmotor heb je geen compressie meer, dan blijft de uitlaatklep heet of open staan. Nou, dat is mij een keer overkomen, toen ben ik gaan zoeken en toen dacht ik, aha, foutje. Kleppen waren gewoon nog heel, niks aan de hand, omdat ik gewoon normaal had gereden. Maar als je gaat racen in de bergen, zoals ik af en toe ook wel eens doe, met 10.000 toeren of meer, daar lig ik niet wakker van, wordt zo'n klep wel extreem heet. En dan zal zo'n klep eruit fikken. Om even aan te geven, als ik in de bergen rij en ik rij omhoog en ik ga racen met anderen, met jongens met 100 pk of meer, dan kom ik bovenaan als een van de eerste. Maar dan staan mijn remmen, mijn voorrem, staat wel te roken. Dat is bergop, hè? Nee. Ik hoor mijn banden dan ook regelmatig piepen. En daar heb ik kleppen gesteld en ik ben eigenlijk niet tevreden met wat ik daar heb gedaan. Even zoeken, dan even nalopen. Zuigen gaat naar beneden. Wisseling van de wacht komt. Ja, zuigen naar beneden. Bovenste dode punt. Nou komt het niet heel nauwkeurig. Het is wel fijn als je het nauwkeurig doet, maar er mag best een afwijking in zitten. En dan heb ik het over het bovenste dode punt. Want ik zal je laten zien. Pak ik even een oude nokkast erbij. Dit is het punt waarbij de klep bediend wordt. Dus hierop. En dit is eigenlijk het stukje waar je op stelt. Dus die grote ronding, daar stel je op. Dus als jij iets te voor of te vroeg of te laat zit, zie je, dat doet nog niet zoveel. En de nokkas draait eigenlijk de helft van de krukas. Dus als de krukas één omwenteling draait, draait de nokkas een halve. Daarom is het ook een viertakmotor. Dus als je kleppen stelt, stel je eigenlijk op het meest ideale punt. Dit is dan het verkeerde punt. Dit is de wisseling van de wacht. En je stelt eigenlijk daarop. Het is niet helemaal waar wat ik zeg. Want je moet namelijk even kijken. Ik moet het goed uitleggen en ik zie dat ik daar toch niet 100% iets goed uitleg. Deze twee nokken horen bij elkaar en die twee nokken horen bij elkaar. Dus je hebt een iets groter of minder grote stelbereik. Dus je zit eigenlijk op deze vlakke zijde. En dat is nog steeds erg breed hoor. Dan praat ik over 5 mm. Dus je zit op deze ronding te stellen. Dit is jouw plek waar je speling wil hebben. Niet op de punt van de nok. Deze twee horen bij elkaar en die twee horen bij elkaar. Kijk maar eens goed in het motorblok. Dan kom je erachter dat je denkt van, hey, die twee horen bij elkaar, die twee? Nee. Is die en die twee.
En ik wou een nokkaas aanpassen. Ga ik nog een keer over nadenken. Daarom heb ik die oude nokkaas bewaard. Ga ik nog een keer mee stoeien, maar niet nu. Hoop ik dat je een klein beetje beeld hebt hoe het zit, hoe het werkelijk is. Wat wou ik doen? Ik heb deze kant gesteld, maar ik vond die kant niet wenselijk. Terwijl ik die gesteld heb. Gaan we eens even kijken. 0,08 inlaat. Ja, blijkbaar heb ik iets niet goed gedaan. 0,1. Dat is toch echt niet goed? Heb ik hem wel gesteld? Misschien heb ik hem niet eens gesteld. Ben ik in de veronderstelling dat ik hem gesteld heb? Heb ik zo die rotzooi erop geschroefd? Dat kan natuurlijk ook. Nou, dat staat echt niet goed. Ik denk dat ik vergeten ben deze kant te stellen, want dit staat echt helemaal verkeerd. Dat ga je krijgen als je dus die stotenstangetjes uit een ander blok neemt, of een kleppentrein uit een ander blok neemt, of de stelschroefjes uit een ander blok neemt, of zelfs de kleppen uit een ander blok neemt. En dat is in dit geval zeker het geval. Dus ik denk dat ik hier een fout heb gemaakt, dat ik de kleppen vergeten ben te stellen. Dan ben ik blij dat ik het even naloop. En dat is ook mijn gewoonte hoor, altijd even voelen of de speling is. Ook hier hetzelfde verhaal, de kleppen zijn niet op elkaar ingesleten met de stelboutjes. Dat kan ik meteen merken. Speling. Joh, als je een foutje maakt is niet erg. Als je een verkeerde speling hebt is ook niet zo'n drama. Stel dat je hem op 0,005 zet. Dan is er nog altijd speling. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar het kan gebeuren dat je hem te krap zet. Dan kom je echt wel achter. Stationair gaat hij nog wel niet zo lekker lopen. En ik moet erbij vertellen, ik zet ze eigenlijk op tamelijk strak en krap. En dat zal ik laten zien. Even kijken of ik uit kan leggen. Zo, nou is deze kop ook gesteld. Dat is goed. Even kijken of ik jullie uit kan leggen wat ik bedoel. Dan heb ik hier nog een partij oude kleppen liggen. Die is heel mooi. Kijk. Als ik deze klep kijk, zit er een pitje in. En jullie kunnen het niet zien, maar hij is als een kommetje geslepen. Dat houdt in als ik hier mijn voelemaatje op leg. Dan zul je altijd ietsjes speling krijgen. En dat is verlies van de maatvoering die je wil hanteren. Dat houdt in dat je als je 0,08 stelt, dit is de inlaatklep, dat je eigenlijk op 0,1 uitkomt. Nou is het wel de bedoeling dat we daar zo precies mogelijk mee omgaan. Dus ik slijp zo'n klep af. Kijk, hier heb ik een klep. Daar kun je echt een pit zien zitten. Nou, daar kun je eigenlijk nooit goed kleppen stellen. En als je al stelt, stel je altijd te ruim. Deze klep zal ook enigszins wat tikken in je motorblok. Dat is een fel hoog toontje, een hoog tiktoontje. Hier heb ik een klep die mooi is, dus geen probleem. Deze is heel mooi. Ja, het is moeilijk te zien. Ik kan niet dichterbij komen, want dan wordt het beeld ook onscherp. Kijken wat ik doe. Deze klep is door mij behandeld. Wat ik doe is hem op het werkbankje, op de draaischijf, slijp ik hem netjes vlak. Een klein hoekje eraan en dan zandstraal ik hem. Ja, dan is die pit er wel uit. Maar ja, het is een mattig oppervlak wat straks weer glanzend wordt. Ja, dat is gewoon een klep die ik eventjes nagelopen heb. Dus zo kun je ook een klep hebben. Deze klep is gewoon bruikbaar. Deze is ook mooi vlak genoeg. Hier kunnen we eigenlijk heel precies mee kleppen stellen. Het meest ideale is als ik er niks aan hoef te doen. En dat het er zo uitziet. Glanzend aan de bovenkant met een mooie hoeklijn erop. Dat is ideaal. En dit is ook een uitlaatklepje. Dus dat is het meest ideaal en dan stellen we daar netjes op. Nou, motorblokje gaan we verder afbouwen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Arjen, kijk maar even mee. Het is jouw motorblok. Nou, ik zie nog dat ik een paar minuten heb. Mijn handtekening zeg ik altijd maar. Mijn verzinkte kopbouten erin. En verzinkte
veer, hoe zeg je dat? Ja, ringen die de veer aandrukken, waar die de veer een plek houden. Klephaantjes noem ik dat, die zijn ook bij mij verzinkt. Dat vind ik gewoon leuk. Kleppen zijn nu gesteld. Ook aan deze kant. Gaat allemaal goed komen. Het enige waar ik me zorgen over maak is of de dynamo goed is, maar dat is jouw probleem, Arjen. Wat ik nu ga doen is het motorblok opbouwen verder met de kleppendeksels. Ik ga hem afsluiten. Er zit al 2 liter olie in. Ik ga de radiateur erop zetten. De startmotor heb je volgens mij zelf thuis nog. Nou, ik zet er hier van mij even eentje in. Waterpomp zit er een nieuwe seal in. We gaan dat pijpje er weer op zetten met een nieuwe O-ring hierin. En dan gaan we hem verder opbouwen. Dus er wordt weer aan gewerkt. En je versnellingspookje moet je eventjes zoeken. Want ook die heb ik volgens mij niet. Nou, tot zover de troep hier. Het wordt al minder. En zelfs mijn cilinderkopje die ik aan het opknappen was. Ligt er even oud vuil bij. Maar die zandstraal hem binnenkort helemaal. En dan leg ik hem even opzij, want die ga ik zelf gebruiken. Dus dan ga ik dat nog even wat optimaliseren. Ik wil iets meer pk's hebben. En dat kan. Ik weet dat het kan. En de ontsteking een heel klein beetje vroeger. Maar niet de kop afdraaien. Want 1,2 mm eraf halen. En dat is ongeveer hier zo. Dit stukje is te veel. Gaat de koppakking eruit. Dus dat trekt hij niet. Dus dat weten we nu ook. Dus daar hou ik nu ook rekening mee. Dus dan weten jullie het ook. Kop niet afvlakken verder. Je kan er een 0,2 mm afhalen. Dat is niet een drama. Maar de rest wel. Versnellingspookje ligt. Ik weet niet van wie die is. Het ziet er ook niet uit. Nou, dat was hem eventjes. Tot zover. Arjan, ik ga er weer mee verder. Tot ziens.